alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA, I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So put your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior, senior said to move your feet. I bring the refreshments and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I can fly. I'm on 6, 7. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op It's Ultrex. De enige echte. Nou, het is voor mij is het zondag. En ik ben nog een beetje brak van vannacht. We hebben een nachtelijk uitstapje gehad. Jullie weten het. Ik had in de vorige vlog ook al gezegd. Vlog 666 heb ik vannacht opgenomen met Sander, Kevin, Joost en ik. Was super gezellig, was super leuk. Het was alleen een beetje laat geworden. Ja, Joost had zijn eigen verslapen. Of toen was in slaap gevallen. Dus toen moest ik nog een paar keer bellen om hem wakker te maken. Maar ja, het was een hele leuke vlog. Binnenkort dus op mijn kanaal. Ja, mijn vlog 666. Hoe kan het ook anders? Dan krijgen jullie die vlog te zien. En die vlog daarna krijgen jullie een making-of te zien. Dat is wel ontzettend leuk. Ik zit even te kijken, want mijn oog valt hierop. Een of andere, ik weet niet wat ze daar neergegooid hebben, maar... En daar is weer, het lijkt wel een stoeltje of zo wat ze daarin gegooid hebben. Maar goed, we lopen in ieder geval weer in de Benisse. Bij Simonshaven lopen we. En ik wou toch nog eventjes vandaag even een vlog opnemen. Het is vandaag ook de dag dat Feyenoord uit moest spelen in Arnhem tegen Vitesse. 0-0. Ja, weer ontzettend slecht, hè. Het is weer ontzettend slecht. Maar ja, we zijn het afgelopen wedstrijden. Ja, we zijn het wel gewend, hè. Inmiddels slecht spel van Feyenoord. Ja. Dus, ja. Goh, was ik vannacht ook niet in de park? Ja, ik heb vannacht ook in de park rondgelopen. Maar goed, in ieder geval, ja, was het een hele leuke, een leuke nacht was het. Ik moet ontzettend oppassen, want het is nog wel spekglad hier, ho. Het heeft natuurlijk geregend en alle blaadjes die hier op de grond gevallen zijn, hier dus, dat is allemaal spek en spekglad allemaal. Dus ja, ik moet even uitkijken met waar ik loop. Maar we gaan nog even lekker een wandelingetje maken, zoals jullie altijd van me gewend zijn. Ja, ik denk ik ga weer eens even hierheen, hè. Ik was gisteren natuurlijk naar Vogelenzangpark geweest en vandaag eens even hier kijken. Dus ja, ik ben nog steeds een beetje moe. Het was gisteren volgens mij iets van 4 uur pas dat ik in mijn bed lag. Dus ja. Terwijl ik onhandig een sekkie aan het opsteken ben. Dat gaat niet echt met die, ja, met die kou en met die wind. Staat ook een klein windje staat, hè. Ja, Feyenoord 0-0, jongens. Ja, het is weer ontzettend slecht. Vitesse stond onder ons. En als je toch echt omhoog wil kijken, moet je toch echt die wedstrijden winnen, hè. En als je dat niet doet, ja, dan doe je je eigen alleen maar tekort. Het is zo onnodig. Ik heb af en toe echt het gevoel van, kennen ze nou echt werkelijk helemaal niks, kennen ze. Dus daar lijkt het af en toe wel eens op, hè. Dat ze echt helemaal niks kunnen. Nou, hier heb je ook een pad tussen de dingen door. Ja, allemaal blubber allemaal. Dus ja, we gaan maar eens even kijken dat hier nog wat te beleven valt. Dus... Het is ontzettend koud, is het. En ja, morgen moet ik de auto wegbrengen, dus daar heb ik ook weer geen tijd. Ik denk misschien nog wel een vlogje een beetje dichter bij huis opnemen. Maar ja, dan moet ik, in ieder geval heb ik dan niet de beschikking over de auto. Dus ik kan niet ergens naartoe of zo. Dus vandaar dat ik nog eventjes een lekkere wandelingetje wil maken. En ja... Het was ontzettend leuk gisteren, nogmaals. Echt, ik ben echt benieuwd wat jullie ervan vinden.
Zouden we nog wat anders gaan doen. Dat gaan we binnenkort nog een keertje doen. Maar dat zal pas volgend jaar zal dat pas worden. Ik denk pas in februari, maart, april zo ongeveer. Dan zijn we nog wat van plan. We zijn nog wat van plan om nog wat leuks te doen. Eigenlijk zou dat bij vlog 666 zijn. Maar het was eigenlijk te korte dag om dat te regelen en op te nemen. Dus hebben we nu even een andere oplossing gekozen om die 666 vlog. Zo, ik struikel echt over dat woord. 666. Nu niet. Maar ik moet toch even wat anders verzinnen. Ja. Het is druk. Ik zag al twee keer al mensen tegengekomen. En normaal is het hier altijd best wel vrij rustig. Maar het is ook een hondenuitlaatplaats. Dus ja, mensen die gaan wel even lekker eventjes met de hond even wandelen hier. Dat deden wij vroeger ook altijd, toen de hond nog leefde. Deden we dat ook altijd eventjes. Even nog met de hond wandelen hier. Je kan hier echt een uur lopen. Als je echt een hele grote ronde maakt, de grootste ronde die er is, dan loop je er precies een uur over. Dan kan je precies een uur lopen van het ene naar het andere. Maar ja, om nou een uur in de kou te gaan lopen, dat is ook niet echt. Kom weer een windje op. Het zonnetje schijnt half. En in de wind is het gewoon steen en steen koud. Dus ik ga er ook niet een al te lange vlog van maken. Dat ben ik eigenlijk niet van plan. Want ik vind het eigenlijk best wel vrij frissies. Maar het is hier altijd wel prachtig om te filmen. Ik kom hier altijd graag altijd in dit park. Voor de mensen die hier uit de regio komen, die gaat zeg maar naar het pontje. Het pontje naar Nieuw Beiland ga je naartoe. En dan ga je bij het pontje van Nieuw Beiland, net voordat je het pontje op gaat, ga je rechtsaf. Dan kom je op een gegeven moment na een paar heuvels op en neer gegaan te zijn. Dan ga je naar zie je aan de rechterkant zie je parkeerplaatsen, die rij je op en daar zet je dan je auto neer of je fiets of weet ik veel wat je daar neerzet. Nou, dan heb je hier het park. Dus dat is een beetje de locatie waar ik altijd film altijd. Ja, ziet er mooi uit. Mooi plaatje. Zou helemaal wat wezen als het weer een keer gaat sneeuwen om dit een keertje dan te filmen. Als het echt, als er echt sneeuw ligt, is dit denk ik nog wel een stuk mooier. En ik denk dat ik dat misschien wel weer een keer ga doen. Maar ja, ik ben natuurlijk afhankelijk van het weer. Als het weer een keer gaat sneeuwen, dan denk ik dat ik zeker weten nog wel eens een keertje even hier naartoe ga. Als het tenminste het weer toelaat. Maar ik zou best wel eens hier met sneeuw willen filmen. Lijkt me echt ontzettend mooi. Krijg je echt een ontzettend mooi plaatje van mooi sneeuw te veel. En ik ga natuurlijk nog naar de intratuin, waar ik eigenlijk morgen al aan gaan beginnen. Maar ja, morgen kan ik dus niet, dus het zal denk ik dinsdag worden dat ik alvast de eerste tuincentrum ga bezoeken. Tja, ik wil wel eventjes door een paar van die tuincentrums even rondgaan om even te filmen. Roon wil ik in ieder geval wezen. Ik wil toch, net zoals vorig jaar, wil ik toch ook weer naar Halsteren. Ben ik vorig jaar natuurlijk geweest met Ramon. Dat was helemaal in Engelse thema, Londen thema. Zelfs met een soort treintje wat de metro moest voorstellen, die door een tunnel ging, heel leuk voor de kinderen. En eigenlijk wil ik ook nog even dieren doen. Maar ja, ik moet even kijken wanneer ik dat ga doen. Want in ieder geval kan ik. Ik wou het eigenlijk op een zaterdag doen. Maar aankomende zaterdag gaat het in ieder geval niet lukken. Want vrijdag gaan we weer naar de Efteling toe. Aanstaande vrijdag.
En dan ga ik de dag daarna niet weer een grote rit maken. Daar heb ik geen zin in. Dus ik denk dat het even een weekje later wordt. Dat ik naar dieren ga. Of dieren, het is trouwens... jullie zagen het ook al in de andere vlog. Ik zeg elke keer dieren. Het is geen dieren, het is duiven. Ja, plaats die duiven in Gelderland. Ik zeg het elke keer verkeerd. Maar goed. Gisteren is even nog even naar Vogelzang geweest. Het was een beetje laat. Het was een beetje kiele-kiele, want het werd al donker en zo. Het was wel hartstikke laat, was het al. Dus ik had echt zoiets van, nou, ik moet opschieten. Want anders dan zit ik dadelijk in de donker te filmen. Dus dat was een beetje kiele-kiele, was dat een beetje. Ja, nou ben ik wel ruim op tijd om er even een leuke, lange, mooie boswandeling te maken. Ja, ik hou ervan. Ik vind het echt lekker om even een boswandeling te maken. Lekker door het park heen wandelen. En hier allemaal bomen allemaal. Dat hebben ze op ruggen gelegd. Als ze dan, als ze zeg maar bomen gaan zagen, doen ze het ook altijd op ruggen leggen. Want dan kun je het gewoon laten liggen. En dan doet de natuur doet eigenlijk verder zijn werk. En die gaat dan, de natuur die doet dan zijn werk. Die breekt de boom op een gegeven moment af. Het duurt wel even een tijdje voordat het helemaal weg is. Kijk, hier zie je het ook heel erg goed. Allemaal ruggen allemaal. Ik zal maar even wat inzoomen zo. Allemaal op ruggen gelegd. Ja, het is frissies. Maar ja, we zitten al bijna midden december, hè? Dus ja. Het is echt weer winterperiode, hè? Ja, geef mij de zomer maar. Ik heb liever de zomer. Ik ben echt een zomermens. Ik heb echt helemaal niks met winter. Ik zie trouwens ook, daar heb ik ook al de hele tijd last van. Ik kan geen foto's meer maken. Normaal, als ik dan hierop klikte, ja, hier. Recording of still image is impossible. Normaal kon ik altijd gelijk, als ik een video maakte, kon ik gelijk een foto maken. Maar mijn fotofunctie die werkt op de een of andere manier niet meer. Ik weet niet hoe dat komt. Vraag me niet hoe. Normaal had je altijd zo'n knopje, weet je wel, dan kon je kiezen. Zo'n draaiknopje en dan kon je modus kiezen. Dus ik denk, nou, misschien staat er een, is het niet goed ingesteld of zo. Maar dat is het niet. Ik weet echt niet wat het nou kan wezen. Kijk, zonnetje, jongens. Heerlijk, ja, met het zonnetje erbij is lekker. Met het zonnetje erbij kan je wel aardig lekker lopen. Alleen als je dan niet in de zon staat, krijg je echt die volle koude wind. Krijg je op je barst. Naast het gemaal daar zo trouwens. Maar kijk die zon, jongens. Oh, prachtig. Dit zou ook een keer mooi wezen met een zonsondergang of zo. Het zou wel heel erg mooi zijn als de zon ondergaat of net opkomt. Dat zou ook wel een keer leuk wezen om dat een keer te filmen. Nou, ik ga hem toch zo even neerleggen. Ik moet ook nog even piezen ergens, want zo. Koude pies. Ja, dan moet je van dit weer, hè. Maar altijd meer naar de wc dan normaal. Wat is die prachtig, hè? Ja. En ik moet, daar ga ik misschien morgen wel aan beginnen. Ik heb morgen toch tijd zat om eraan te beginnen. Ik moet weer gaan beginnen met dit was, hè? Vorig jaar was ik veel te laat begonnen. Veel te laat. Dus ik ga nou echt, wat eerder tijd erin te steken. Ik wil eigenlijk morgen al aan gaan beginnen. Misschien vanavond ga ik al beginnen aan een stukje opnemen. Want, vorig jaar was ik echt veel te laat eraan begonnen. En toen had je pas op 4 januari of zo. Toen kwam die pas uit of zo. Gewoon omdat ik veel te laat eraan begonnen was. Ook allemaal vertraging opgelopen allemaal. Maar ook dit jaar weer.
En dit was 2019. Ja, was natuurlijk een leuk jaar. Ik heb het al een heleboel keren gezegd. En ik wil toch weer alle hoogtepunten wil ik weer in een video proppen. Het is toch altijd leuk om eventjes einde van het jaar een afsluitvideo te maken met alle hoogtepunten. Want er zijn er wel weer een heleboel geweest hoor. Jullie weten het, België vond ik echt wel een hoogtepunt. De hereniging met Joost. En hele leuke dingen, hele leuke kermissen gedaan dit jaar. Dus daar gaan we weer een leuke compilatie van maken. Komt allemaal wel goed. Alleen ik moet er veel te. Ik moet er veel eerder mee beginnen. Ik ben veel te laat elke keer. Maar goed, ik ga hem heel even neerleggen. Dan ga ik heel even kijken of ik ergens een pissie kan doen. Want ik pis bijna mijn kant in mijn broek. Het koude rot weer, dat ga je niet in de koude kleren zitten. Moet kijken ook die aan de overkant, hè, al die bomen. Dat is echt prachtig. Daar de zon. Prachtig. Toch is voor de putten ook wel een heel mooi gebied hoor jongens, om lekker te wandelen. Als je wil wandelen, kan je in Voorne Putten, kan je ook best wel hele mooie plekken bezoeken waar je echt mooi kan filmen. Ja, ik wil nog een keer naar de Veluwe toe. Dat zou ik ook nog wel weer een keer willen eigenlijk volgend jaar. Maar ja, ik wil volgend jaar eigenlijk zoveel. Dus we gaan wel zien wat het volgend jaar allemaal brengt. In ieder geval weer hele leuke video's maken. De scheur in de weg. Dus meestal komt dat altijd door die of de zware lading of door gewoon door de op een gegeven moment als het er een paar jaar leg. Dan dan is op een gegeven moment, kijk, hier is het weer een beetje is het weer een beetje gepolijst helemaal. Maar ook door de warmte gaat het uitzetten en scheuren. Ik weet nog wel eens een keer toen ik klein was, toen we naar de Efteling gingen, dat ook heel de weg gewoon helemaal open lag. Toen was het ook zo bloedheet, al een hele tijd al. Toen was het wegdek gewoon open gescheurd, gewoon door de hitte. Nou, ik zie hier een mooi pisplekje. Dus ik ga hem even neerleggen. Gaan we even een plasje doen. Moet ook gebeuren. Zo, nou inmiddels even peuk opgestoken en eventjes gepiest, even. Het moest echt heel nodig. We gaan hier dadelijk gaan we rechtsaf en dan gaan we terug naar de auto. Ja, het is echt prachtig hier ook. En we zijn natuurlijk al een paar fietsers tegengekomen. Het is best wel druk op deze zondag. Iedereen toch een beetje. Nog even lekker naar buiten, even wat fietsen, wat wandelen, even de hond uitlaten in de bossen. Dus het is best wel druk is het. Normaal heb ik ook wel eens, ik heb ook wel eens periodes gehad, dan was het wat minder druk. Dan liep je hier echt door het park heen en kwam ik echt helemaal niemand tegen, was ik gewoon echt helemaal in mijn uppie. Heb ik ook wel eens meegemaakt. Het is nou aardig druk is het. Nou, wij gaan in ieder geval, gaan wij die kant op. Hier nog een bordje met een pijl. En wij gaan die kant op en dan gaan we weer terug richting auto. Want ik heb het wel weer gezien eigenlijk. Ik ben best wel nog moe van gisteren. Ja, weinig geslapen. Even een tussendoor vlogje opgenomen en dat hebben we 's nachts gedaan. Dat was wel ontzettend leuk. Is een keertje weer wat anders. Met zaklampen in de weer en weet ik veel allemaal. Was wel ontzettend leuk. Maar ja, wat het is en wat wij hebben opgenomen, dat moeten jullie, gaan jullie binnenkort, ja, ik denk over een maandje, anderhalve maand gaan jullie dat zien pas, want dan is de 666ste vlog online. Ligt er ook aan natuurlijk hoe ik ga filmen, hoeveel ik film deze vakantie. Nu heb ik inmiddels alweer aardig wat filmpjes opgenomen. Ja, het begon een beetje rustig eigenlijk. Ik heb alleen sterrenkwartier had ik opgenomen en dat ik vrij was. En toen hield het eigenlijk al weer een beetje op. Nu, gisteren natuurlijk, voor mij gisteren,
naar het Hortelpark geweest. Vogelenzangpark. Ja, gisteren naar het Vogelenzangpark geweest. Ik heb even een leuke vlog opgenomen. En ja, zo kom ik toch aan mijn vlogs. Ja, en bij 666 dan krijgen jullie een speciale video, een speciale vlog. Echt ontzettend leuk. Echt met veel, veel plezier hebben we dat gemaakt. Af en toe wel eens een beetje te plezierig. Ja, Kevin en Sander waren er ook bij. Nou, dat weet je wel genoeg. Meer ga ik niet verklappen. Maar ja, dat gaan jullie allemaal zien. Dit is in ieder geval de dijk als je naar Simonshaven gaat. Die je nu ziet. Dan komen we dadelijk aan de linkerkant. We moeten nog een stukje doorlopen. Krijg je dadelijk aan de linkerkant krijg je weer het pad naar de parkeerplaats toe. En dan heb je hier ook allemaal ruggen allemaal. Ja, en dat zie je ook steeds vaker, hè? Windmolens. Dat wordt ook te pas en te onpas, maar overal neergezet. Verpest eigenlijk het hele landschap. Er zijn ook al in Geervliet klachten over geweest, want bij Geervliet staan ze ook. Ja, het verpest natuurlijk wel heel het uitzicht. Kijk. Een poldertje, een boerderijtje aan de polder daar zo. Heel leuk. En kijk, dit is ook wel een prachtbeeld dit hoor. Dat vind ik echt wel mooi dit. Ja, met kerst weet ik nog niet wat ik ga doen. Ga ik misschien ook nog wel ergens heen, denk ik. Ik wil eigenlijk wel weer een keertje naar Kijkduin. Ik ben vorig jaar hè, met de kerst ben ik naar de Efteling geweest. Nou, dat was niet zo groot succes. Ik vond het nou niet echt gezellig. Stervensdruk. Je kon nergens een attractie in. Want dan moest je wel weer anderhalf uur moest je wachten tot je in de rij kwam. Ik hoop dat het aanstaande vrijdag een stuk beter is. En ik kan wel in ieder geval zeggen dat vrijdag in ieder geval Joost erbij is. Kevin is erbij. Sander. En waarschijnlijk ook Antonio, die zal bij de Efteling vlog wezen. Nou, windmolens draaien weer op alle sterkte. Hier heb ik weer zo'n zijpaadje ineens. Kijk, hier weer zo'n zijpaadje. Ja, en dadelijk toen kom je op een gegeven moment aan de linkerkant weer de parkeerplaats tegen. Dus ja, dat is een beetje de zondag voor mij vandaag. Heel veel uitrusten, even deze vlog opgenomen. En voor de rest ja, doe ik niet echt heel erg veel. Ik heb er net trouwens, ik weet nog niet of ik vanavond ga GTA. Ik wou eigenlijk vanavond nog even GTA gaan spelen, maar dan weet ik nog niet zeker of ik dat ga doen vanavond. Maar ik heb een nieuw trucje uitgevonden, zodat je een auto kan halen als je op de, hoe zeg je dat? Als je, ja, het is een soort trucje zeg maar, in het casino mag je één keer per dag aan het rad draaien en dan kan je allemaal prijzen winnen, geld, muntjes, maar je kan ook een auto winnen. Nou zag ik op YouTube, zag ik toevallig een tutorial dat je eigenlijk een beetje de boel kan cheaten en dan heb je eigenlijk altijd een auto. Nou, ik heb het uitgeprobeerd en de eerste keer voor mij was gelijk raak. Ik had, vandaag heb ik gelijk de auto weer gewonnen. Voor de tweede keer voor mij dat ik de auto win in GTA op het rad in de casino. Dus ja, ik ga dat nog eens even vaker, ga ik dat eens even uitproberen. En kijken of dat echt, ja, dat dat echt lukt. Het is wel ontzettend leuk. Ik moet even wat uitzoomen. Zo. En ja, het is wel een leuk trucje. Maar is het in ieder geval de eerste keer lukte me het gelijk. Dat ik ineens dat ik ineens de auto had. Of dat het toeval is. We gaan het
Morgen ga ik het gewoon weer proberen. Terwijl ik hier trouwens ook nog een wond heb. En zou je denken van, jong Marco, je hebt de hele tijd een rode plek bij je oog. Ja, ik ben hier in elkaar geramd. Maar ik schoot een beetje uit mijn scheren. Dus ik heb hier een oorlogswond heb ik hier zitten. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel meer te vertellen, jongens. Ik heb eigenlijk een beetje alles verteld wat ik, gedaan heb gisteravond. En na vogelenzang ben ik naar huis gegaan. En gegeten en toen zijn we s'nachts nog weg geweest. Dus in ieder geval, jongens, ik ga hem neerleggen. Ik ga hem hier afsluiten aan deze kant. Kijk eens, wel eens een prachtige bomenreeks hier ook in. Terwijl je nog een mooie bomenreeks tegenkomt. Kijk eens, wat mooi. Nou, dit is dan wel weer wat minder. Maar ja, we zijn toch al vlak bij de parkeerplaats zijn we. Dadelijk aan de linkerkant hebben we weer zo'n werkje en dan kan je weer de parkeerplaats op. Hier hebben we nog die dijk. Je loopt helemaal daar tot aan het einde. En dan heb je daar ongeveer de parkeerplaats. Het ziet er niet echt helemaal schoon uit. Maar ja, het is een slootje. Hè, dus vandaag. Nou, ik ga hem nog heel even neerleggen. En als ik dadelijk bij de parkeerplaats ben, dan ga ik nog eventjes een stukje filmen. Even de afsluiter doen. Kijk, we zijn er al bijna. We zijn er al bijna. Zie je dat allemaal? Ziet er wel heel erg, het oogt wel heel erg rommelig altijd, vind ik, als die takken zo midden in het pad leggen of tussen die bomen leggen. Het ziet er een beetje rommelig uit, maar dat is allemaal ecologisch, hè, tegenwoordig. Tegenwoordig allemaal ecologisch. De natuur die breekt vanzelf af. En na een tijdje zie je er niks meer van. Ja, je hebt natuurlijk ook altijd met stormschade en zo te maken. Dus ja. Nou, dan kom je hier weer een hele tijd, kom je weer niks tegen. Het loopt gewoon helemaal in je uppie, heerlijk. Ja, je moet er altijd oppassen met, als je mensen passeert, ik draai altijd de camera altijd weg. Dat is altijd lullig. Je hebt er weer mensen bij je, dan gaan ze natuurlijk, ja, ik wil niet op de film en zo, dit en dat. Ik probeer altijd de camera altijd weg te draaien. Oh ja, ik moet ook nog de video opnemen over YouTube. Dat ga ik ook nog wel even doen. Misschien morgen of zo. Of vanavond nog eventjes. Ligt eraan of dat ik nog tijd heb en zin heb. Nou, moeten we er nou zo onderhand? Moeten we er al een beetje wezen? Ik denk altijd dat ik verkeerd loop. En dan loop ik op een gegeven moment. En dan denk ik, oh nee, ik ben er toch. Ik ben toch goed gelopen. Ik denk altijd dat ik verkeerd loop hier ook. En dan loop ik op een gegeven moment en denk van nee, ik ben er toch. Ik heb het toch gered. Ik ben toch goed gelopen. Zo. Ik zei dat het voor mij aan de rechterkant was, op de linkerkant, nou, in ieder geval hier is het volgens mij al. Heb je dat pad al. Even kijken. Want we moeten nu, moeten we nou rechts. Ja, zie je wel, kijk, daar heb je de auto's weer. Daar staan de auto's.
Daar staat auto's. Ja, mijn auto zie je toevallig net niet. Dus. Ja. Dit was weer even een vlogje, eventjes. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. En ja, ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even op It's Ultrax, jullie weten het. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En beloon alle video's met een duimpje omhoog natuurlijk. En ja, dan spreek ik jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog binnenkort op mijn kanaal. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zie jullie groetjes hier vanuit de Benissen. En ik zal zeggen, laters. Bye bye. Hoi.